Houden wel van een beetje nostalgie. Dat is mooi en daar houden we van. En hier zien we dat vanuit Halster uit 1965. Zitten we allemaal in de BMW-kamer van het raadhuis, het enige echte raadhuis in Halster. En daar wordt druk beraadslaagd over de toekomst en alles wat in Halster moet gebeuren. Zie je mijn vader zitten. En in het midden rechts Huuskes, links Piet van der Watering. En hier hebben we burgemeester Heldens, heel prominent aanwezig. Ja, dat, ik geloof dat er eens in de week was het BMW. En we kennen dat, want mijn vader was wethouder sinds lange tijd. En hier zien we meneer Verpalen, geloof ik. Ik denk dat het hem is. Ik weet lang niet iedereen, ik ken niet iedereen die ik hier op het beeld zie. Maar hier zien we een dame, heerlijk. Nostalgisch, heerlijk zitten aan de schrijfmachine. En dat was in de periode dat we nog geen digitalisering kenden en ook zelfs nog niet van hadden gedroomd. Een echte kaartenbak nog. En in de kaartenbakken, daar werd heel wat gesnuffeld, want daar stond je hele hebben en houden in. Hier ook weer een ambtenaar, die allemaal ijverig hun werk deden. In een gezellige atmosfeer zou je denken, als je het zo ziet in deze beelden die destijds zijn gemaakt. Dit is helemaal in de top van het raadhuis. En daar zaten ook de ambtenaren alweer weggestopt, want het raadhuis werd geleidelijk aan een beetje te klein, gezien alle extra inwoners en papieren rompslomp die toen natuurlijk ook al begon op te komen. Het gemeentewapen van Halsteren. En nou zijn we, denk ik, dit zijn beelden denk ik van een raadsvergadering. En ook hier weer de bekende burgemeester Heldens, links Piet van der Watering. Helemaal rechts dingen, dit is mijn vader. En hij rookte een dikke vette sigaar. En dat deden meer mensen tijdens die raadsvergaderingen. Want dat mocht allemaal. Het is geen man die niet roken kan. Dus iedereen mocht roken. En we zijn benieuwd hoe toen die atmosfeer was. Die man hier voorop is Kees de Bruin. Die was destijds verslaggever bij BN Stem. Of Brabants Nieuwsblad nog, hè. En hier voorop was Schommert Bogers. Die ook nog eens lekkere trek doet aan zijn sigaar. Helemaal links mijn vader. Piet van der Watering en een bekend raadslid, deze meneer. En hier hebben we Toon Roosboom aan de voorkant, hier links. En hier weer iemand met een sigaar, die dus lekker voor gaan zitten is op de publieke tribune. En hier lekker rokend aan zijn nieuwe sigaar daarvan geniet, van het politieke gekrakeel. Ja, dit is Landgoed De Beek. Dat kennen we allemaal. En dat was in die periode een dependance van het gemeentehuis, want het oude raadhuisje, dat werd te klein, daar kon niet iedereen meer in worden gevestigd en zodoende werd het landgoed De Beek ingeschakeld. En ook dat was al vrij snel weer behoorlijk vol. En heerlijk, deze meneer die zit hier te typen op zijn schrijfmachine met een lintje en het geratel van de schrijfmachines, wat destijds natuurlijk prominent aanwezig was in de kantoren. Dat zullen we maar nooit meer horen. Het is nu dat doffe geklik van de toetsenborden van de computers. Hier werd Halster een beetje uitgetekend. Dat was nog wel precisiewerk natuurlijk. Dat werd over het algemeen nog goed met de hand. Halster staat er duidelijk op. En deze meneer, ja, typische Halsternaar zullen we denken. We kennen hem niet, maar het is de bus. Die gaat van Halster naar Lepelstraat. Ja, we hadden toen nog busvervoer, was heel belangrijk, hè, want er waren in 1965 nog maar relatief weinig mensen die toen eigen vervoer hadden en daar mee weg konden komen. Er werd ook veel gebouwd in die tijd en dit zijn de standaardhuizen van een nieuwbouwwijk. Een beetje eentonig, dat wel, deze mevrouw nooit van gehoord. En dit is de Beeklaan en dan rijden we zo naar het dorp en hier hebben we een landgoed van de familie Tester destijds. En kijk, hier hebben we de smid, de kwerk, Willem de Kwerk, Willem de Mulder. Een vakman, hij is hier een paard aan de slaan van Sjaan Wittebols, hebben we gezien. Mooie familie, hier hebben we Sjaan, bekende ruiter, bekende paardenman. Ja, en dat was het dorpsleven in Halster, hier nog steeds de Dorpstraat. Deze meneer, we zouden niet weten wie die is. En deze man die deed in landbouwmachines, dat weten we nog wel. Ja, en zo zie je veel gezichten voorbij komen die waarschijnlijk nu in 2020, terwijl we hier dit zitten in te spreken, niet meer leven.
en tot het verleden behoren, maar zijn vastgelegd op de film. En dat is natuurlijk wel mooi. Hier de Martinuskerk, protestantse kerk. En dan gaan we zo verder de Dorpsstraat in. Mevrouw is net boodschappen gaan doen en gaat naar huis met alle spulletjes. Ja, deze cameraman die heeft hier leuke dingen gemaakt. Hier de Rooms-Katholieke kerk. Die werd gebouwd toen die andere kerk te klein werd, met daarnaast de pastorie. En ja, dit is een school. Ik weet niet welke school, maar dat was de dorpsschool voor jongens. En dat kun je ook wel zien. Het zijn alleen maar jongens. Jongensschool heette dat. Ja, was toen nog behoorlijk gescheiden. Jongens en meisjes in Halsteren althans. De school waar ik ben opgegaan in Bergen op Zoom. Een school met de Bijbel heette dat. Dat was niet zo. Daar waren jongens en meisjes al door elkaar. En ja, een leuk spelletje. Haasje over. Zo heette dat geloof ik. En ja, dus de jeugd van Halsteren. Die kunnen, dat kun je wel zeggen. Die zijn nu ook allemaal wel... Wat zal het zijn? 55 jaar ouder. Hè? Dat kan bijna niet anders. Dus wie weet waar ze allemaal terecht zijn gekomen. Als je het beeld stil zou kunnen zetten, dan zou je natuurlijk kunnen denken, hé, wat zou er van hem zijn geworden? Ja, nou, voor degenen die nog goed gezichten kunnen herkennen, die kunnen dat dan hier allemaal een beetje proberen uit te vissen. Mooie school, er was nog discipline. Hè? Deze meneer, ja, een bekende man, ik ben zijn naam vergeten, maar... Vele jongens uit Halsteren en nu mannen geworden, zullen wel weten wie hij is. Ja jongens, toen stonden jullie nog aan het begin van je toekomst, aan het begin van je leven. En even een onderrondje, en ik denk dat dat in de leraarskamer was van de school. Even tijd voor pauze, even een beetje weg van dat jeugdige enthousiasme. Maar misschien is dat ook niet zo, want we weten niet eens wie het zijn of wat ze zijn. Maar omdat het ingepast is in die school, is dat niet meneer Verbraak? Dat zouden we bijna denken. Hier, allemaal keurig op rij, alle jongetjes netjes klaar. En in de rij, want je moest in de rij gaan staan, dat weten we ook nog wel. Voor je de klas binnen ging, hè? Netjes de rij en dan, hup, gedisciplineerd naar binnen. Geen gedoe. En toen was de onderwijzer, of onderwijzeres... Die was nog echt de baas en je durfde die toch niet al te veel tegen te spreken, want dan kreeg je een klets om je oren. En dat mocht toen nog. Want ja, nu mag alles, dat mag allemaal niet meer, hè, want dan word je onmiddellijk opgepakt vanwege een mishandeling. En dan komen er ook woeste ouders die het allemaal niet eens zijn. Deze meneer is ons niet bekend en ook deze huizen, burgemeester Elke Huizelaar, nou, dat is wel duidelijk. En een schone bevallige dame zit hier het raam te poetsen. En ze mag gezien worden. We weten niet wie ze is. Denk het hier. Het is allemaal in de burgemeester Elkhuizenlaan. In Halsteren. Ja, mooie opnames hoor. En degene die dat heeft bewaard voor de toekomst, Martin Schouwenaars, die verdient echt een compliment. Want we hebben begrepen dat deze filmpjes die ooit zijn gemaakt op een zeker moment in de vuilnisbak terechtkwamen. En dat hij ze er toen helemaal uitgehaald heeft. En ze allemaal weer een nieuw leven heeft gegeven om ze te digitaliseren. Ja. En zo lopen we maar door. Ja. 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 Het is wel interessant dat dit allemaal is vastgelegd. Sint-Jozefschool. Velen zullen er... Meneer Rouwendaal, ja, daar staat hij. Was een aardige man met een mooie kuif haar had hij, had van dat krulletjeshaar. Hij is jarenlang in Halsteren in het onderwijs actief geweest. Zien we hier, we weten niet wat we hier zien, we weten niet waarom dit is opgenomen, maar dat zal ongetwijfeld een bedoeling hebben gehad, want anders zouden ze het niet hebben gedaan. En hier zien we weer een stuk school, waar weer uitgebreid wordt gespeeld. Dat was allemaal tijdens de speelkwartieren. Hè? Want ja, in de school zelf hebben we niet zo bar veel opnames gezien. Maar deze school die stond in de wijk De Beek, als we het goed hebben. En dan had je ook een andere school, en dat was de protestantenschool, de Springplank. En hier waren ook meisjes, zien we wel. Was dit soms een meisjesschool? Dat zou kunnen, want... Als we zo even rondkijken, dan lijkt dat er wel op.
die was verlegen en die had het niet begrepen op de camera. Dat is wel duidelijk te zien. Kijk eens hier, het winkelcentrum van de Beek, wat we hier zien. En toen had je daar ook nog een echte supermarkt van de familie Jaspers. De Vivo, zo heette die, zelfbediening. Ja, en dat is weg nu. Daar is niks meer in de Beek, hè. Dat is wel jammer. Want de Beek was toch best wel een behoorlijk groot gebied waar nogal wat potentiële kopers zouden kunnen zitten. Maar ja, die trekken dus nu allemaal naar het dorp of naar buiten het dorp. Maar kijk, dit was toen toch echt de buurt super, zo kun je dat wel zeggen. Daar ontmoette men elkaar, daar werden nieuwtjes uitgewisseld en daar werd gewoon ook gewinkeld, maar ook gezelligheid gevonden. En een drankje erbij, dat was zeker niet te verswaden. En een snoepje om de kleine zoet te houden. Ja, zo was er altijd wel wat. Een stukje worst, natuurlijk. Hij kijkt wel een beetje beduust, maar goed, dat doet er niet toe. Wat zien we dan hier? Ja, en de mensen zoeken nog. Het is maar zelfbediening, hè. Dat was heel bijzonder. We hebben de heer Jaspers hemzelf, lange tijd de uitbater natuurlijk van de supermarkt geweest. En hier kijken we nog wat verder in de wijk De Beek, waar men toch nogal wat opname gemaakt had. En je kunt zien, er werd veel gebouwd in die tijd, denk ik, maar het waren fantasieloze huizen, zou je kunnen zeggen. Ze waren daar neergezet, ja, van hoe snel en hoe meer hoe beter, maar dat men maar kon wonen. Maar goed, men had het dak boven het hoofd en daar was iedereen natuurlijk ook wel blij mee. Je ziet hier een andere school, we weten niet welke school dit is, dat nog steeds de Sint-Jozef school. Oh, kijk eens hier, dat is juffrouw Boertje. Die kennen we goed, die heeft jaren bij ons in huis gewoond, als kostgangster zou je kunnen zeggen. En het was de protestante school in Halsteren, juffrouw Rie Boertje. We zien haar hier nog eens, ze is al overleden, nog niet zo lang geleden, maar dat was een ontzettend aardig mens, die de kinderen zeer goed op hun gemak kon stellen, en waarvan de kinderen ook erg veel hielden. Ja, juffrouw Boertje, we kennen ze. We hebben ze heel, heel erg goed gekend. En ze hoorde eigenlijk bij ons als een soort huisgenoot, hè. Ze was bij ons in de kost, zou je kunnen zeggen. Maar op zo'n manier dat ze ook een lid van de familie was. Als ze 's avonds klaar was met haar werk, dan zat ze bij ons in de kamer bij mijn ouders. En dan deed ze mee met alles wat wij thuis ook deden. Ja, leuke school. En die is er nog steeds. Ja, en hier zien we dan echt die opname, maar dat was inderdaad een gemengde school. Jongens en meisjes bij elkaar. Ach, zo hoort het ook, hè. Men moest elkaar leren kennen. En dat had je eigenlijk maar weinig van doen om ze uit elkaar te halen, zoals dat een tijd lang een beetje de gewoonte was. Maar ze hebben wel lol. Er worden vast grapjes verteld. We kunnen dat niet horen, want al deze filmpjes zijn natuurlijk zonder geluid gemaakt ooit. En wij kletsen er nu maar wat onder. En dat kunt u natuurlijk misschien vervelend vinden, maar één advies, u kunt dat geluid uitdraaien en dan hoort u het niet meer. Kijk, en de ramen die moesten schoon en deze mevrouw wandelt kordaat waarheen. Wij weten het niet, maar ook weer, zie je dat, ook weer zo'n saaie, eigenlijk fantasieloze woonwijk. En hier nog wat beelden van moeders met kindjes, degene die daar gewoond hebben. En misschien zijn er nog heel wat mensen die zich hier herkennen. En daarbij, kijk hier, die is net naar de kapper geweest, denken we. Die heeft toch een prachtige kapsel meegekregen. En kindje moet even zwaaien. En deze mevrouw haalt de vuilnisbakken zelf binnen. Want haar man heeft daarvoor geen tijd misschien. En zij heeft pas een nieuwe bril, denken we. En kijk eens. Keurig, allemaal metalen vuilnisbakken. Dat is ook wat. En nog even een praatje. En nu zijn we bijna aan het eind van dit leuke filmpje. Ik hoop dat u er ook zo van kunt genieten, want het is toch nostalgie van de bovenste plank.